Wanneer ben je nu pikbelaster? Die vraag heeft minister Van der Wal vandaag beantwoord. Dat ben je namelijk als je meer dan 2500 mol stikstof per jaar deponeert op stikstofgevoelige natuur. Veel van die bedrijven zitten in Gelderland, zo'n 1800. In totaal zijn het er 3000. En die bedrijven staan de komende tijd voor de keus. Gaan ze stoppen, dan kunnen ze meedoen aan de zogenaamde hoestaantrekkelijke opkoopregeling, waarbij ze 120% krijgen van de bedrijfswaarde. Of ze kunnen innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen. En ook daar heeft de minister geld voor uitgetrokken. Dit is belangrijke informatie waar we lang op hebben zitten wachten, want Johan Remkes heeft dit al geadviseerd, heel wat maanden geleden. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op boerderij.nl.